Andreas Luckermans, jullie winnen uiteindelijk met 5-0. Toen ik de eerste helft zag, had ik dat nooit geloofd. Ja, nee, ik denk zelf ook niet. We spelen enorm slecht de eerste helft. Veel balverlies, inspeelpases over 5 meter die niet aankomen. Dus ja, dan maken we uiteindelijk net voor de helft die goal. Het doet ons wel goed en ja, na de tweede helft gaan we er direct vol aan. En, krijgen we een paar makkelijke goaltjes wel, dus kom je beter in de wedstrijd. Jij pikt ook nog een doelpunt mee, een afstandsschot. Ja, die keeper ging niet helemaal vrij uit, hè? Die liet hem door zijn benen glippen. Ja, ik heb een beetje geluk bij die goal natuurlijk. Maar ja, oké, als je niet schiet kan je niet scoren natuurlijk. Ja, je hebt dit jaar wel echt je draai hier bij Dordrecht gevonden, hè? Vorig jaar was het wisselend en dit jaar speel je goed. Ja, vandaag was het iets minder natuurlijk. Het was een moeilijke wedstrijd. Vooral die eerste helft vond ik zelf niet goed. De tweede helft was ook niet super, maar ging het al iets beter. En als je dan een doelpuntje kan meepikken, dan doet het toch een beetje beter dan als je de wedstrijd zo moet afsluiten. Wat een prachtweek voor jullie. 4-0 winnen bij Jong Ajax. Nu 5-0. Het kan niet mooier, hè? Nee, natuurlijk. Vandaag moesten we wel winnen. Het was vooraf gezegd dat we niet konden verliezen. En we moeten nu vooral kijken naar volgende week. Volgende week is Sparta. Ik denk dat we daar een goede zaak kunnen doen als we daar kunnen winnen. Gaan jullie daar als favoriet heen, nu jullie ook koploper zijn? Favoriet weet ik niet. Sparta speelt nog altijd thuis natuurlijk. En er staat maar 1 puntje onder ons. Dus ja, we kunnen gewoon ons best doen en spelen zoals we bezig zijn. Deze wedstrijd was natuurlijk iets minder, maar ik probeer gewoon volop aan de bak te gaan volgende week. Nu heb je al veel tegenstanders gezien in deze competitie. Durf jij nou wel te stellen dat jullie gewoon terecht bovenaan staan? Ja, je moet een beetje oppassen met die uitspraak, maar ik denk dat we goed voetbal spelen. En dat we gewoon meedoen tot nu toe. Als we dit kunnen vasthouden, dan moeten we gewoon kijken met de winterstop waar we staan. En dan kunnen we nog praten.